Johan, waarom evangeliseer jij onder het Joodse volk? Want er zijn ook veel christenen van mening dat wij als christenen vandaag de dag het evangelie niet moeten brengen aan het Joodse volk. Persoonlijk ben ik tot geloof gekomen in Israël. En de eerste mensen die ik tegenkwam waren Joodse mensen. En ik weet nog goed, als ik ze dan Matthäus 1 liet zien, dat ze zeiden, oh, maar hij is een van ons. Er is vandaag niet één Jood die een legale familielijn heeft, geslachtsregister. Maar van de Heer Jezus staat het allemaal in Matthäus beschreven. Ik wist natuurlijk niet dat het een probleem was om onder het Joodse volk het evangelie te brengen. In de eerste eeuw was het probleem, kunnen niet-Joden ook tot geloof komen? Dat probleem van wel of niet spreken tegen het Joodse volk heb ik pas voor het eerst gehoord hier in Nederland. En daarom zeg ik tegen alle christenen die daar anders over denken, lees gewoon de Romeinenbrief. En dan krijg je het hele antwoord. In de Romeinenbrief staat heel duidelijk, want ik schaam mij voor het evangelie niet. Het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Maar waarom juist aan het Joodse volk wel? Er staat in hoofdstuk 2 dat als het gericht komt, het Joodse volk allereerst gericht zal worden. In 1992 werkte ik in het ziekenhuis. En toen kwamen met de helikopter gewonden uit Libanon. Palestijnen, Libanezen, Joodse soldaten. En dan kwam de dokter en dan keek hij niet wie een Jood was of wie een Palestijn was. Hij keek naar de wond. En degene die het ergst verwond was, die hielp hij het eerst. Het Joodse volk heeft de meeste profetieën gekregen. Heeft het meeste licht van God ontvangen. Van alle volkeren in de wereld. Te meer je ontvangt, te meer verantwoording heb je. En daarom, als de Heer Jezus terugkomt als de rechter, zullen zij allereerst gericht worden. Alleen daarom al, om hen te vertellen, de steen die jullie afgewezen hebben, hij is de hoeksteen. En ik mag nu 39 jaar lang het evangelie aan het Joodse volk brengen. Voor mij persoonlijk vind ik het makkelijker om met een Jood te spreken dan met een Hollander. Ik vind het hier in Nederland veel moeilijker. Want je hebt zoveel aansluitingspunten. Iedere soldaat heeft een Bijbel in zijn rugzak. Het Oude Testament. En je kunt ze Jesaja 53 laten lezen. Je kunt ze zelf hun eigen Bijbel laten lezen. Want 500, 700, 1000, 1500 jaar voordat de Heer Jezus geboren is, wordt er al over hem gesproken. Het is een heerlijk werk om juist het evangelie te brengen onder het Joodse volk. En mag ik je bemoedigen? Toen ik tot geloof kwam in 1974... waren er zo'n 300 Joodse mensen die in de Heer Jezus geloven. Nu zijn het er duizenden. We hebben net weer een nieuwe DVD gemaakt die alle stenen weg moeten halen uit het Joodse hart van datgene wat ze verkeerd geleerd hebben over de Heer Jezus. En wat zijn de voornaamste punten dan? Nou, de christelijke geschiedenis is natuurlijk verschrikkelijk. In de naam van Jezus zijn er vreselijke dingen gebeurd tegenover het Joodse volk. En als ze daar met mij over beginnen, dan zeg ik, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, het is vreselijk wat de kruisvaarders gedaan hebben. Het is vreselijk wat er daar in Spanje gebeurd is. En dan zeggen ze tegen me, ja, en Hitler was ook gedoopt als kind. Ik zeg, ja, en Stalin ook. Ik geef ze gelijk. Ik zeg, maar dat houdt niet weg dat Yeshua de lang beloofde Messias is. Kijk eens, hij heeft al die profetieën vervuld. Toen Johannes de Doper twijfelde in de gevangenis of hij het wel was, toen zond de Heer Jezus een van zijn discipelen en zei, denk maar na over de tekenen die je van me hoort en die je van me ziet. Hij is de lang verwachte Messias. Hij is het grootste teken voor het Joodse volk, omdat hij alle profetieën vervuld heeft. En in de toekomst
die andere profetieën vervullen zal. Het is een leven in overvloed om juist hen te brengen bij Yeshua, Jezus. Want er is geen andere naam gegeven onder de hemel door wie wij behouden moeten worden. Alleen Hij kan zonden vergeven. Alleen Hij kan troosten. Alleen Hij kan in ons hart komen wonen en onze nieuwe schepping maken. Zeg maar wie dat kan. Alleen Jezus.